Het is een van de grootste raadsels uit de misdaadgeschiedenis. Wat is er gebeurd met de verdwenen miljoenen losgeld die zijn betaald na de ontvoering van biermagnaat Freddy Heineken? Van de 35 miljoen gulden die de familie in der tijd betaalde, is 8 miljoen nooit teruggevonden. Dit mysterie lijkt nu opgelost door nieuwe verklaringen van Astrid en Sonja Holleder. Geeft eindelijk antwoord op de vraag waar dat geld gebleven is. Het geld waar de criminele carrière van Willem Holleder mee begonnen is. Geld dat tot op de dag van vandaag dus een rol speelt in grote strafzaken. En waar nu eindelijk de zussen meer duidelijkheid over geven. En ja, dat is heel fijn om te weten. Bram de Waal, justitieverslaggever. Opmerkelijk nieuws, afkomstig dus uit nieuwe verklaringen van die zussen Holleder die jij hebt ingezien. Ja. Nou, die zijn echt heel bijzonder, zou je kunnen zeggen. Kijk, Astrid en Sonja Holleder zijn de afgelopen maanden gehoord als getuigen bij de rechtercommissaris in dat onderzoek naar de betrokkenheid van hun broer Willem Holleder bij liquidaties. En rode draad in die verhoren is: wat is er gebeurd met het verdwenen Heineken losgeld? Moet je bedenken, 8 miljoen gulden is nooit teruggevonden. De ontvoerders hebben altijd gezegd: het is verbrand. Ook de zussen hebben dat altijd volgehouden. Maar nu geven ze eigenlijk voor het allereerst openheid van zaken. Het bevestigt heel veel vermoedens in de onderwereld bij justitie die al lang leefde. Ja, het zijn cruciale getuigenissen. Ja, wat is er dan mee gebeurd? Jij maakte de volgende reportage aan de hand dus van die recente verklaringen van zus Astrid, jarenlang vertrouweling van Willem Holleder, en Sonja, weduwe van Heineken-ontvoerder Cor van Hout. Ik mocht nooit over het losgeld praten, want dan kwamen zijn halletjes in gevaar. Ik bedoel daarmee de gokhallen op de Wallen. Het is de meest geruchtmakende zaak in onze misdaadgeschiedenis. De ontvoering van biermagnaat Freddy Heineken en zijn chauffeur, Ab Doderer. November 1983. In deze loods in het westelijk havengebied liggen de twee als beesten aan een ketting. Verborgen achter een dubbele wand. Maar Heineken en Doderer 3 weken lang waren vastgehouden onder middeleeuwse omstandigheden. Maar liefst 35 miljoen gulden betaalt het Heineken-concern aan de ontvoerders die er met het losgeld vandoor gaan. De doorgebrachte auto die gaat bij Hooggraven, dat is richting Utrecht, dat is richting de Berenkou. 2 dagen later, opeens een anonieme tip. Heineken en zijn chauffeur komen vrij. Vermoeid en gespannen zwaaien Alfred Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer naar de verzamelde pers. Al snel komen bij de recherche 4 daders in beeld. De 2 hoofdverdachten zijn de jeugdvrienden Willem Holleder en Cor van Hout. Begin 1984 worden ze gearresteerd in Parijs. Ik weet überhaupt niet of wij wel berecht kunnen worden in Holland. Je hebt toch meneer Heineken ontvoerd en meneer Doderen destijds? Nou, daar heb je geen commentaar op. Ik hoop dat u me verder niet lastig mee valt. Ik ben hier met mijn advocaat en laten we het zo houden. Zie je probleem? De bloedgabbers worden uiteindelijk veroordeeld in Nederland en vastgezet. Van het losgeld wordt zo'n 8 miljoen gulden in beslag genomen bij huiszoekingen. Een veel groter deel vindt de politie in deze bossen bij Zeist. Het grootste deel van het losgeld, betaald voor de heren Heineken en Doderer, is terecht. Nu er zo'n 19 miljoen gulden, begraven in tonnen in het bos bij Zeist, is gevonden. 7, 8 miljoen gulden is niet getraceerd. Daarvan hebben de betrokkenen altijd gezegd: nou, dat is verbrand. Verbrand op het strand. Het verhaal van de ontvoerders blijkt ook uit dit interview met Willem Holleder in College Tour. Het geld dat heeft volgens mij verbrand op het strand. Hè? Meneer Holleder, u zou de waarheid spreken vanavond? Ja? Dat gelooft niemand. Een pertinente leugen, zeggen de zussen van Willem Holleder nu. Willem heeft daar dus glashard gelogen. Dan had ik toch niet kunnen gaan vertellen over het losgeld en de verdeling? Als ik dat gedaan had, dan had ik hier nu niet meer gezeten en had ik niet kunnen getuigen. Getuigen tegen hun criminele broer is wat Sonja en Astrid inmiddels wel doen. Over de familieterreur en zijn betrokkenheid bij liquidaties. En nu dus voor het eerst ook over die verdwenen Heineken-miljoenen. Wat opvallend is dat het losgeld nooit geclaimd is. Hierdoor is het losgeld in feite van hen, de ontvoerders, geworden. We laten een aantal passages lezen aan Harry Lensink, misdaadjournalist en specialist als het gaat om crimineel geld. Justitie heeft het meerdere keren geprobeerd om dat geld te traceren, om dat af te pakken. Dat is altijd heel moeilijk gebleken. Het is lang geleden. Het is toch heel ingenieus is het geïnvesteerd. Maar ze hebben zeker hun best gedaan. En nou ja, dat heeft ze in ieder geval nu tot een begin van een oplossing gebracht.
Die begint bij deze brief uit 1985. Van Cor van Hout aan zijn vrouw Sonja. Met een liefdespijl, het woord boom en de woorden ha ha ha. Een raadseltje dat alles te maken heeft met die verdwenen Heineken-miljoenen. Begraven in een bos bij Parijs. En opgegraven door een bevriende kroegbaas, Thomas van der Bijl. Dat geld is gebracht naar een vriend van de Heineken-ontvoerders, Rob Giffhorst. En die zou dat onder zich gehouden hebben. En uiteindelijk in de jaren 90 hebben geïnvesteerd in prostitutiepanden in Alkmaar. En in gokhallen onder meer op de Amsterdamse Wallen. Hoerenkasten in Alkmaar, een bordeel en gokhallen in Amsterdam. In het geheim gefinancierd met Heineken losgeld. Van de gokhallen weet ik het zo niet, maar van die prostitutiepanden, dat lees je ook in die recente verklaringen, zou toch al 3 à 4 miljoen euro op jaarbasis gehaald zijn. Dat is een goudmijn. Dat kan je wel zeggen. Halverwege jaren 90. Holleder en Van Hout krijgen grote ruzie en verdelen het vastgoed dat ze via stroommannen in bezit hebben. Holleder krijgt de gokhallen en Van Hout de prostitutiepanden in Alkmaar. Consternatie in de Dorpstraat in Amstelveen. Heineken-ontvoerder Cor van Hout is doodgeschoten. Januari 2003. Cor van Hout wordt met meerdere kogels om het leven gebracht. Nog diezelfde dag staat zijn voormalige gabber Willem Holleder op de stoep bij zijn zus Sonja. De kersverse weduwe dus. De middag dat Cor was overleden kwam mijn broer Willem naar mij toe en zat hij krokodillentranen te huilen op de bank. 'S Avonds wilde hij dat ik met hem naar buiten ging en vroeg hij mij waar de aandelen van de Achterdam waren. De man die geen emotie heeft, die gaat over lijken, die zijn eigen bloedgabber laat vermoorden en op de dag van diens dood al meteen aan het financiële gewin denkt en de aandelen opeist. Maar weduwe Sonja geeft niet toe en zegt tegen Willem dat Cor de aandelen al voor zijn dood heeft verkocht. In werkelijkheid liggen ze verstopt bij haar eigen moeder. En verkoopt Sonja ze door aan Robbie Giffhorst. Het Heineken losgeld is definitief wit gewassen. Ik heb de Achterdam verkocht aan Robbie Giffhorst voor 700.000 euro. En 40 kilo goud ter waarde van 400.000. Die 7 ton heeft Robbie mij contant betaald. Kan het geld nog teruggebracht worden naar Heineken? Ja, dat zou je denken, want het is van Heineken. Dus ik kan me voorstellen dat er bij Heineken iemand is en die zegt: hey, 8 miljoen gulden, 3, 4 miljoen euro. Kom maar op. Ja, dan is de vraag, Bram de Waal, heeft de familie Heineken zich al gemeld? Ja, we hebben de familie vandaag gebeld, contact opgenomen. Zij willen eigenlijk niet reageren, gaan ook niet zeggen of ze stappen ondernemen. Die zaak ligt heel gevoelig, zeggen zij. Ja, nou, zijn dit opmerkelijke verklaringen natuurlijk. Denk jij dat dat nog gevolgen gaat hebben voor de strafzaak tegen Willem Holleder? Ja, dat gaat zeker een rol spelen. Kijk, het is heel pikant dat die zussen nu met dit verhaal komen, waar ze dus eerder zwegen en ook wel hebben gelogen. Dat zal Holleder natuurlijk ook op zijn beurt weer aangrijpen in die strafzaak om straks, en zijn advocaten zullen daar al helemaal een punt van gaan maken, om te zeggen van, ja, mijn zussen hebben dus daarover gelogen. Ze zeggen tegelijkertijd dat ik verantwoordelijk ben voor het opdrachtgeven van een aantal liquidaties, waaronder, vergeet het niet, Cor van Houten, de man van Sonja Holleder. Wie zegt dat dat dan waar is? Daar staat het verhaal van de zussen tegenover. Het huiveringwekkende verhaal wat we allemaal hebben kunnen lezen in Judas, het boek van Astrid Holleder. Namelijk dat zij hebben gezwegen, dat zij jarenlang hebben gelogen, omdat ze bang waren voor die huisterrorist die Holleder was, die bedreiger, die afperser. We hebben allemaal hem kunnen horen als die Sonja uitschold op die tapes. Dus ja, als een rechter daar uiteindelijk over gaat oordelen, zal die dat ook meewegen. Ja, zo blijft het verhaal zich eigenlijk ontwikkelen. Bram de Waal, dankjewel.